vanmiddag laten zien is de derde. De eerste was Paul West, de tweede We Were Here en de derde heet Real. Niet alles is wat het lijkt. Het idee achter Paul West Modeatelier is eigenlijk de volgende. Dat hier in de westkant van Amsterdam ontzettend veel jongeren wonen die misschien wel weinig zicht op hun eigen toekomst hebben. Soms ook problemen hebben. En wij dachten, als je ze een omgeving zou bieden waarin ze met hun eigen talent en creativiteit als het ware die toekomst zouden kunnen vormgeven, dan kan je nog wel eens heel erg verrast raken over hun kansen. En in zo'n atelier laten ze zien wat ze kunnen en creëren ze eigenlijk voor zichzelf ook een beeld van de toekomst. Gemaakt en een broek waar een shirtje bij zit. Dit jurkje heb ik zelf gemaakt. Deze heb ik laten maken, een soort jurkbroekje. En deze broek. Het is wel veel werk om het allemaal door te naaien. Bij de ene heb ik er iets van 3 uur over gedaan, de andere iets langer. Ik heb wat van de jongeren begeleid bij het werk van de kleding. En nu proberen we ze allemaal de make-up te krijgen en de choreo erin geramd te krijgen. En dat iedereen relaxed de catwalk op kan. 1, 2, 3. En dan voorlopen en dan daar staan. 21, 22, 23. En dan draaien. Yes! We werken ieder jaar met een nieuwe groep. Een nieuwe groep jongeren en een groep ontwerpers. En de jongeren van vorig jaar, de ontwerpers van het jaar en ook van meerdere jaren, die doen nog steeds mee. Die hebben allemaal hun rol en die komen weer dingen doen. Dus het groeit steeds verder aan. Dus ik ben er wel een beetje mee kent mee. Maar het is allemaal wel heel leuk gedaan. En allemaal weer anders dan vorig jaar en zo. Echt wel leuk. Het was heel mooi geslaagd. Er werd mooi gelopen. En er waren hele mooie dingen. Ik vond het echt super. Heel knap. Ja, ik vond het eigenlijk heel erg mooi. Ook voor jongen dat ze het helemaal zelf hebben gemaakt. Het was echt, ja, hele leuke kleding. Ja, ik vond het al redelijk goed ging aan het einde. Gingen er wel een paar dingen mis. Maar, nou ja. De eerste keer is goed gegaan. Nu nog de tweede show. Heerlijk, dank u wel. Ik vond het een hele ontspannen, gezellige, leuke dag. De ontwerpers zijn trots op hun ontwerpen en de ontwerpers hebben alles onder controle. En dus het gaat allemaal wel. Ja, heel leuk. Maar verder ben ik heel moe, dus ik heb niet zoveel zin om een reactie te geven. Ja. Nou, we gaan ze straks even bijwerken allemaal, want om 8 uur is de tweede show. Dus gaan we ze rond uurtje of 7 gaan we ze even bijwerken, het haar even weer straks zetten en dan is het weer klaar. Het tweede deel vanavond, ik denk dat iedereen wat meer ontspannen is. De eerste keer was het heel spannend vanmiddag. Vanavond zal je zien dat iedereen nog enthousiaster kan zijn en nog meer geniet van wat er gebeurt. En dan zal je ook zien dat de catwalk misschien wel een feestje wordt.
allemaal naar komen.